Erwin Koeman, jullie hebben een versterking gehad uit onze regio van Excelsior, Daan Bovenberg. Om te beginnen, waarom hebben jullie voor Daan Bovenberg gekozen? Nou, we zochten in ieder geval nog een rechtsback, omdat we die kwantitatief gezien nodig hadden. Plus het feit dat Daan een goede voetballer is, die hier bij Utrecht past, is in Utrecht geboren. En een jongen die in gesprekken gebleken is dat hij weet wat hij wil of wat hij niet wil. En gewoon een hele intelligente, slimme jongen. Hij heeft slechts één training achter de rug, maar gaat wel tegen Roda direct in de basis beginnen. Kan hij dat aan? Ja, voetbal is voetbal en voetbal moet je ook niet moeilijker maken dan het is. Kijk, als je op je eigen positie speelt en weliswaar speel je dan met andere mensen. Maar oké, goede voetballers kunnen altijd gelijk spelen, is geen probleem. Waarom is het een goede voetballer? Want vorig jaar hebben we natuurlijk gezien dat hij met name veel kon scoren. Met corners ging hij mee. Verdedigend heeft hij natuurlijk ook goed gedaan. Maar waarom kiezen jullie eigenlijk nu al voor deze jongen? Terwijl hij eigenlijk pas één echt jaar op hoog niveau bij Excelsior heeft gespeeld. Ja, maar het is ook allemaal niet zo belangrijk hoe jong, hoe oud je bent. Als je in mijn ogen een goede voetballer bent, dat wil zeggen dat je weet waar je over praat. Dat je de goede keuzes maakt bij balbezit of bij balverlies. Plus het feit dat hij inderdaad spelervatting ook sterk is. En een goed karakter, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat je niet gelijk laat leiden door alles en iedereen om je heen. Waarom dan niet gelijk spelen? Je bent gelukkig terug in het voetbal. Nadat we je na Feyenoord een tijdje niet meer in Nederland hebben gezien. Natuurlijk nog wel als bondscoach van Hongarije. Hoe bevalt het? Ja, goed. Ik heb ook 2 jaar in Hongarije gezeten. En afgelopen jaar heb ik weliswaar niet echt in het voetbal gezeten. Enerzijds ook wel wat dingen gedaan voor de FIFA in het buitenland. Alleen, ik had weer het gevoel van, ik ga weer aan de slag. En dan zien we wel hoe lang en waar. En uiteindelijk is het Utrecht geworden voor 1 jaar. Dan zien we wel weer later in het jaar hoe het verder gaat. Alleen, ik vind het gewoon weer leuk om terug te zijn in Nederland, om in Nederland te werken. En ik kom natuurlijk ook bij dat mijn broer bij Feyenoord zit. Dus het is een leuke bekomstigheid. Dus prima. Heb je veel contact met hem? Ja, natuurlijk. Broers hebben altijd contact, toch? Tenminste, in ons geval wel. En het is alleen maar leuker dat hij nu bij Feyenoord zit, waar ik het overigens ook geweldig naar mijn zin heb gehad. Je hebt het goed naar je zin gehad, toch? Ben je daar met een vervelend gevoel daar weggegaan? Heb je hem nog wel met hem daarover gehad toen hij die keuze had om naar Feyenoord te gaan? Ja, maar ik denk dat mensen totaal niet begrijpen of inzien hoe ik in elkaar zit. Elke trainer die bij een club werkt, heeft of voelt goede momenten en voelt minder goede momenten. Ik heb bij Feyenoord heel veel mooie momenten beleefd. Ook momenten beleefd waarvan ik dacht, godverdomme, nou is het heel moeilijk. Of een keer vervelend. Maar als je 2 jaar daar gewerkt hebt en je gaat die 2 jaar naast elkaar leggen, dan driekwart van die tijd is geweldig geweest. En uiteindelijk ben ik vertrokken. Nou ja, ik denk dat op dat moment het beste was voor mezelf. Dus dat is toen ook gebeurd. Maar om nou te zeggen dat ik op een hele vervelende manier ben weggegaan, zo heb ik het absoluut niet gevoeld. De laatste weken lopen de mensen in de Kuip weer met de borst vooruit. Trainer Ronald Koeman doet het gewoon erg goed, je broer. Hoe vind je dat hij het doet? Nou, jij kan alleen van de buitenkant zien. Ik zie dat hij punten pakt. Nou ja, dan ben je een goede trainer, hè, in de ogen van de mensen. Dus ik vind het geweldig voor Ronald dat ze al veel punten hebben. En als ik wat berichten van spelers lees, denk ik dat Ronald in ieder geval goed bezig is. Ik denk dat Ronald ook weer geleerd heeft van de mindere ervaringen die hij mee heeft gemaakt bij AZ en bij Valencia. En daar denk ik, hij staat denk ik ook iets makkelijker in het leven. En hij heeft natuurlijk alles meegemaakt. Maar voor hem was het fijn, het gewoon een uitdaging om van niets iets te maken. Van iets te maken. Utrecht was op zich een goede ploeg. Ze hadden veel goede spelers, maar die zijn allemaal verkocht. Net op het moment dat jij hier binnenkwam. Kortom, je hebt wel een stroeve start hier gekend, hè? Ja, het is een beetje rommelig geweest de laatste 3 maanden. En spelers die verkocht werden, ook al tijdens de competitie werd er nog één verkocht. Waaronder Michel Vorm. Ja, en dan druppelen de jongens binnen tot gisteren eigenlijk. En dan heb je al 3 wedstrijden gespeeld en dan wordt er toch van je verwacht dat je resultaat gaat boeken. En dat je een team smeet. Maar ik heb pas nu het gevoel dat we nu pas eigenlijk vandaag zijn begonnen om een elftal te smeden. En natuurlijk, je moet punten halen en daar ben ik ook zelf van overtuigd dat het gaat gebeuren. Alleen, we hebben gewoon even tijd nodig. Maar aan de andere kant, ik weet ook hoe het voetbal in elkaar steekt. En kijk, als je geen punten pakt, dan kijk maar naar de trainer.
En zo zit het in elkaar, dus daar lig ik ook niet wakker van. Alles is deze week weer koek en ei, maar vorige week was er dan wel een rel hier bij FC Utrecht. Hè? Sommige supporters hier op het trainingsveld zeiden nog, we waren bang dat hij op zou stappen. Ja, nou oké, dat is gebeurd en ik hoop in ieder geval dat iedereen daar wat van geleerd heeft. En ik denk dat onderlinge communicatie is gewoon heel belangrijk. Want als dat niet gebeurt, dan staat het binnen een minuut op internet. Dat gaat via Facebook, Twitter, weet ik wel hoe dat allemaal heet. Ja, en dan heb je in ieder geval een rel. En de pers duikt er bovenop. En dat is voor hun ook terecht, denk ik, omdat dat hun werk is. En van iets wordt... Van iets kleins wordt iets heel groots gemaakt. Nou ja, oké. En ik hoop nogmaals dat we ervan geleerd hebben. En dat we gewoon op een goede manier met elkaar kunnen communiceren. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Tot slot, kijk je uit naar begin december? 11 december, hè? Ja, absoluut.